met startnummer 1 tot en met 40. Wilt u alsjeblieft bij uw voertuig gaan staan en wachten totdat de marshals u oproepen om naar voren te komen? Dus nogmaals, wacht wel even totdat de marshals u een seintje geven. En voor ons langs zien wij hier nu terug aankomen de schoolbus. Die heeft een beetje door leefstand heen gemaakt. Met gewoon passanten die in zijn gestapt en gratis een rondje mee hebben gereden. Die konden ook even in een soort van opruimer zitten. Omdat u dat straks ook nog komt, staat er nog een moment waarop deze schoolbus een rondje gaat maken. En natuurlijk die gratis mee. Ik zie de eerste auto staan. Wil je me gaan vast vertellen wat je ziet?
Maar bij deze landenvaring zijn er 33 nationale rolmarkten voor geopend. De burgemeester rijdt aan de eerste deelnemer een stap. Nummer 2 is dan. En stad nummer 2, dat is de heer Boy uit Lekkerkerk. En die laten we hier even twee tellen staan. Ik wou graag, als dat kan, even naar voren hebben Jan Willem Boskamp. Ik weet dat hij er is. En dan zult u bedenken, wat gaat er nu weer gebeuren? Dan wil ik even mee dat het publiek je ook ziet. Welkom, fijn dat je er bent. Dames en heren, in Nederland is er ieder werk weer bijna de eigen. En in Nederland bij de T-Port is dat de T-Port Minister Nederland. Een onderdeel onder de. En dat T-Port heeft vanaf Megavaar 2 voorstel. Die land heeft de afgelopen maanden een voldoende gehad om ervoor te zorgen dat er zo'n fantastische mooie progressie aan. Gekomen, doet met de andere auto zelfs ook nog mee in de Nationale Oldtimerdag. Dames en heren, onder start nummer 3. De familie Peetoom. Aan de rechterkant zit Mieke. Vind ik veel leuker. Die komen uit Winkel. Die rijden in een T-Port Touring. Een auto uit 1915. Maar ze hebben vanmorgen verteld. Die kregen we niet aan de gang. Weet je wat? We nemen een andere mee uit de garage. En dit is een uit welk jaar? En dit is een. Dus 3 jaar ouder nog. Fijn dat je er bent en dat je een vervangende auto van stal hebt gehaald. Een hele goede. Wel echt leuk, hè? Wassenaar uit Laren in Noord-Holland. De Delivery Express, een auto uit 1917. Nummer 6. Familie Hopman uit Burmer met een Ford T, een delivery car, een auto uit 1913. En kijk, we hebben een beetje over aan de zijkant. Dit is Master's Voice. Mensen die vroeger van de voren hadden, gaan we komen aan de rij. Die kennen dat. Het komt een hondje. De heer Hogeveen uit Bakkeveen in Friesland met een Ford T Touring, een auto uit 1915 en de auto's uit die periode zeg maar tot 15, 16, 17, 18, 19,
dat waren de ouderen. Daar komt die kennis vandaan uit de koperen periode. Nou, kijk je maar wat u aan deze ouderen flitsen komen zien. En dat u na 1919 maar dat lukt wel. En ze zijn hier vandaag. Nummer 9, de heer Huygens uit Woerden. Met een open toepunt.